ben inmiddels een serieuze poging aan het doen om een soepje te maken in mijn stoofje. Ik moet zeggen dat het aardig lukt. Wordt goed warm. Ik denk zelfs dat het bijna aan het koken is. Het is de tweede avond. Morgen ga ik 10 minuten van het vliegveld ophalen. Ik ben eerst met het vliegtuig naar Palma gevlogen vanuit Nederland, of vanuit Duitsland eigenlijk. En ik had een beetje veel gedronken op een verjaardagsfeestje de dag ervoor, of 2 dagen daarvoor. Dus ik had nog een klein beetje last van koppijn. Dus de vliegreis was niet al te best. Maar het was maar 2 uurtjes of zo, dus het was nog te overzien. Dan heb ik een dag bij mijn familie in Spanje gezeten. En daarna ben ik met de boot van Palma naar Barcelona gegaan. Ik ben verticaal over de zee gegaan. Want ik had af en toe het gevoel dat die boom omkantelde. En mijn maag dacht dat ook. Dus alles wat ik die dag gegeten heb, is er ook weer uitgegaan. Maar ik heb het overleefd. Inmiddels wordt dit de tweede avond van de reis. Morgen 4:15 ga ik Timothy ophalen. En ja, dan gaan we dus 2 verder. Ik zit nu, ik denk een 15, 20 kilometer van Girona af. Noordoosten van Spanje. En hij landt daar op het vliegveld wat erbij zit. Ik zit denk ik midden in de bergen. Het is ook tegen de Pyreneeën aan, dus het wordt voor ons beiden gelijk knallen voordat we in Frankrijk aankomen. Hè. Nu ben ik vanaf Barcelona naar hier het grootste gedeelte via de kust gegaan. En dat is nog wel redelijk te overzien. Het is allemaal flat, maar vlak. Maar daarna is, als je maar iets naar links gaat, zeg maar iets binnenlands gaat, dan zit je al tegen de bergen aan. Dus het wordt, dat heet. Het wordt een pittige tocht. Zo, mijn soepje is denk ik bijna klaar. Als het even goed heet. Ja, dat stoofje, dat werkt goed. Ja. Afkoelen. Goed, ik ga van mijn lunch.